Benny zit in vier MAVO. Benny wil werken met zijn hand. Benny haalt aan in de HAVO. Maar Benny wil liever, hij kan werken op het land. Met zijn hand als koortsgebaar speelt hij sax in de harmonie. En hij staat in de goal van het elftal van de school. Nee, en Benny's ziet het niet, maar Benny die toont, Benny denkt. Niemand zal me geloven als ik het ga zeggen, want Benny dat is toch een getapte vent. Benny, ik een meidje, heb al verkering gehad. Zonen, dat ging nog, maar als ze wat meer won, was Benny het al heel gauw zat. Hij dacht, dat zal nog wel komen. Hij wordt het overzogen, en dat hij net zo gewoon als zijn vrienden van school was. Daar had hij toch ook wel spelletjes mee gedaan, maar toen kwam die neer. Met die jongen, hij wist niet wat hij zag. Godzalemachtig, goeiendag. Hier kan geen meidje aan tippen. En nou zit Benny voor de televisie met zijn oude lui op de bank. Zijn hart boomt hard, zijn hart boomt hard. En Benny denkt, dit is mijn kans. Want er is iets op de televisie over mensen als hij. Maar hoe zal hij het zeggen? En wat zouden ze zeggen als hij zegt, dit gaat over mij? En als Benny denkt, nou of nooit, zet zijn vader een andere zender op. Hij zegt gelukkig, kunt hij bij ons niet ver. Wat kan er eigenlijk gebeuren? Hey Benny, en wat haalt er te verliezen? Als je nooit meer schijnheilig hoeft te zijn. En als je altijd voor hoe eigen kan zijn. Dan is het niet moeilijk om te kiezen.